Als u praat over de vicepresident, uh, ja hij zit daar zijn vertegenwoordiger van de ABOP, maar niet in die hoedanigheid. Dus ik kan daarover niet praten. Als het gaat om interne aangelegenheden van de regering, dan denk ik dat de president of de vicepresident of een van de ministers daarover kan praten. Ik ben een buitenbeentje wat dat betreft. En u hebt niks gehoord binnen ABOP-verband waarom de ABOP-ministers niet naar de regeringsraadvergadering zijn gegaan. Ik ben niet de persoon die daarover moet praten. Maar hebt u daar iets over gehoord? Want het is een actie van de ABOP. Nee, een actie van de vice-president bedoelt u. En dat de ABOP-ministers niet naar de regeringsraadvergadering zijn gegaan met de president? Ja. Dat is toch een actie van de ABOP? Of zie ik dat nee, verkeerd? Het is een actie van de regering, een deel van de regering. Dus dat betekent, die twee zaken moeten we gescheiden houden. Maar hebt u binnen ABOP verband niks erover gehoord... wat u wellicht met ons zou willen delen? Ik denk dat het op dit moment prematuur is. Maar begrijpt u dat mensen ongerust zijn... en denken dat er een regeringscrisis is of een... Mensen hoeven niet ongerust te zijn. In alle samenwerkingen heb je momenten... waar zaken nader besproken moeten worden... En dat is heel normaal in de politiek. En ik denk dat er straks een bespreking is en die zaken dan uh, besproken gaan worden. Straks is er een bespreking yeah. van de coalitie of van de regering? Nee, ik denk de president en de vicepresident. Oh, is hij weer terug uit Mongo? Hij, is, hij moet nu al in de stad zijn, ja. En u hebt hem gesproken? Ja. Yeah. En gaat het goed met hem? Prima. Hij is niet meer boos. Was hij boos? Ja, hij was heel boos. Dat heeft, hebben alle journalisten en zelfs ministers gezien die nog op de stoep stonden en plotseling hem zagen wegrijden en dachten: wat is dit nou? Okay. Zij hebben meer informatie dan mij, dus. Maar hij was niet boos toen u hem sprak. Nee. Wat vindt u ervan als aapopper of als burger van het land dat de beveiliger van de vicepresident is opgepakt in een drugskwestie? Hij is burger van het land. En alle burgers vallen onder wet, wet en regelgeving van het land. Dat is alles wat u erover wil zeggen? Ja, zo respecteren we onze rechtsstaat.